altijd een belangrijke periode voor de veehouders. Het binnenhalen van het veevoer voor de aankomende winter. Dat geldt ook voor boeren die lid zijn van de Vereniging tot Behoud van Boerenmilieu, de VBBM. Maar terwijl de boeren hard werken, zijn er ook zorgen. De vrijstelling om bovengronds mest te mogen uitrijden loopt dit jaar af. Dit is nog steeds niet in een wet vastgelegd. Sinds 1994 is mestinjectie verplicht en ook sinds die tijd zijn de leden van de VBBM hiertegen in verzet. Zij vinden dat de mest van hun dieren van goede kwaliteit is met heel weinig ammoniak, zodat de mest wel bovengronds kan worden uitgereden. Bovendien is dit beter voor het bodemleven. Is er hoop voor de VBBM omdat de regering nu wel een toekomst ziet voor kringlooplandbouw? Tjeerd de Groot van D66. Nou, omdat je met een mooie kringloop, met een gezonde kringloop, je iets kunt doen wat goed is voor de boer, maar ook goed is voor het klimaat. En we zijn als Nederland heel goed in het efficiënte landbouwsysteem. Maar dat is eigenlijk wel een beetje op het einde. En vandaag is ook het nieuws dat natuurlijk heel veel boeren zelf ook iets anders willen. Nou, jullie zijn daar voorlopers in. Tjeerd de Groot doelt hier op een onderzoek van Han Wiskerke van Wageningen Universiteit. Hieruit blijkt dat veel boeren willen omschakelen naar duurzame landbouw en dat als een weg zien om uit de crisis te komen. De VBBM pleit hiervoor al 28 jaar en heeft informatie gegeven ter ondersteuning van een motie die D66 samen met de SP gaat indienen. Nou ja, we gaan een motie indienen namens D66 om dat bovengronds uitrijden van mest weer voor een periode van 5 jaar toe te staan. Ik hoop dat we in die 5 jaar ook gebruiken om dat perspectief van kringlooplandbouw neer te zetten. Dan hopelijk is dit de laatste keer dat die moet worden verlengd. En daar hoop ik mijn collega's voor mee te krijgen. Weer een nieuwe fase in het dossier, Huub. Ja. Dit is de derde keer dat er om vrijstelling gevraagd wordt. Wat vindt u daarvan en wat verwacht u ervan? Dit is de derde keer. Nou ja, 3 keer is scheepsrecht, wordt er dan wel eens gezegd. Ik denk dat dit de laatste keer is dat dit nodig is. De minister zal hier wat mee moeten, denk ik. Ook omdat het gevraagd wordt vanuit de samenleving. 5 jaar geleden was het Henk van Gerven van de SP die een motie om bovengronds te mogen uitrijden indiende. Hij herinnert zich dat nog goed. Ja, er wordt een nieuwe motie ingediend voor die vrijstelling. Ja, en dat lijkt me een goede zaak, dus dat door kan gaan. Ja, want u bent toen 5 jaar geleden bij ons op de boerderij geweest. Daar heeft u even aan de mest geroken. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, zeker. Ja, het was hele goede mest. En hij rook heel goed. Ja, dat weet ik nog heel goed. Nou, ik hou het op 3. Nog heel goed. En weet u nog wat voor u destijds de aanleiding was om een motie in te dienen voor die vrijstelling? Nou ja, ik vond dat het experiment een kans moet krijgen. Hè? Als je op een natuurlijke manier zeg maar mest houdt. En ik geloof 200 boeren, hè, als ik het goed heb, voor die vrijstelling. Nou, en ik vind het een goede zaak als dat gewoon gecontinueerd wordt. Ja. En dat zijn boeren die met hart voor de zaak en met verstand en liefde voor de natuur hun werk doen. Dus ik vond destijds dat dat een kans moest krijgen en door moet gaan. En dat vind ik nog steeds. Om de motie kracht bij te zetten, heeft de VBBM een manifest opgesteld dat ook namens de Nederlandse Melkveehoudersvakbond wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Ik denk dat we een heel aan het schuiven zijn en ik hoop dat dit de laatste keer is dat we hem zo moeten aanvragen. En ik hoop dat ze hem kunnen implementeren straks in goede wetgeving. In de jaren 80 kwamen wij door de verandering van voedselproductie, kregen wij te maken met een probleem. Onder andere ammoniak, concentraties in de lucht die te hoog waren. In die tijd werd ingegrepen met maatregelen. Maatregelen, technisch en chemische maatregelen, om de ammoniakuitstoot te verminderen. Ons inziens is dat een cruciale denkfout geweest, omdat wij denken dat de natuur eigenlijk altijd leidend moet zijn. Bij deze het manifest met veel informatie over hoe wij de bodem, het bodemleven, willen voeden. Hartstikke voor gezonde voedselproductie. Hartelijk fijn. En tot zeven dank. Van de weidevogels. Ja, ik denk dat hier... Eigenlijk zijn we dit vergeten. Ja. Dit zijn we vergeten. Ik denk dat hier toekomst in zit. Ja, nee, dit zijn typisch van die punten die heb je nodig om weer tot een meer natuurlijk beheer van de grond te komen. En het boerenbedrijf weer zeg maar, natuurlijker te maken.
Ik ben graag bereid, maar ik denk veel collega's ook, om eens te kijken hoe je dit in beleid kunt doorvertalen.